Kampong, de regerend landskampioen, ontvangt op eigen veld Bloemendaal. Dat de laatste landstitel won in 2010, dus snakt naar een nieuwe titel. Dit is Sander de Wijn voor Kampong. Kampong dat Robert Kemperman niet volledig inzetbaar heeft. Terwijl bij Bloemendaal ontbreekt Roel Bovendeert. Hij heeft zijn voet gebroken. Dit is Florian Fuchs, de Duitse international van Bloemendaal. Zijn backhand gaat net voorlangs het doel van David Hart. De doelman van Kampong, daar Robert Kemperman in het midden. Een paar minuten later is dit de interceptie van Jorrit Kroon. Hij begint aan een solo, passeert daar Sander de Wijn, bal komt hoog. En hij tikt hem heel mooi in de hoek, passeert David Hart en brengt Bloemendaal op een 1-0 voorsprong. Maar protesten van Kampong, want Jorrit Kroon zou de bal met zijn hand hebben meegenomen. Hier in dit beeld is niet helemaal te zien of hij hem meeneemt of niet. Maar Kampong vraagt de video aan en scheidsrechter Koen van Bungen is de videoscheidsrechter. Maar hij keurt het doelpunt goed, hoort ook Jonas van het Hek, de scheidsrechter van dienst. En zo is het 1-0 voor Bloemendaal. Hier Jorrit Kroon na 6 minuten spelen. Dan probeert Kampong iets terug te doen uit een strafcorner. Het is Jip Jansen met een geweldige push, maar ook een geweldige redding van Maurits Visser in het doel van Bloemendaal. Dit is hem, de goalie van Bloemendaal. En daar Max Caldas, natuurlijk aanwezig, de bondscoach van Nederland. Even later weer een strafcorner voor Kampong. Jip Jansen mist die bal half, wordt teruggebracht door Robert Kemperman. En dan wordt de bal voorgebracht door Pepijn Luijks. Dan krijgt Jip Jansen een enorme kans op de gelijkmaker. Zijn bal gaat de voorlangs het doel van Maurits Visser. Hij wilde een strafcorner, maar scheidsrechter Otter gaf prima voordeel. Een paar minuten later, Jorrit Kroon levert de bal in hier bij Dirk de Vilder. Die gaat aan de wandel. Komt de bal uiteindelijk terecht bij Philip Meulenbroek. Die haalt uit met zijn backhand. Een schot of een voorzet, maar het is Boet Vijver die daar mist bij de tweede paal. En zo blijft het 1-0 voor Bloemendaal. Dus ook de ruststand. Dit is Alexander Cox, de coach van Kampong. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Hier is het Jasper Brinkman met een goede actie. Komt alleen voor David Hart. Die komt goed zijn doel uit. Dat had natuurlijk de 2-0 moeten zijn voor Bloemendaal. Dit is het vierde kwart. Arthur van Doren met een schitterende paas over het hele veld naar Ingwer Wiese. En je ziet dat Sander het Hart goed de cirkel in komt. Maar David Hart weer goed uit zijn doel. Hier Michel van Heuvel, de coach van Bloemendaal. Ziet dat zijn ploeg beter is, maar de kansen niet benut. Dat gebeurt wel een paar minuten voor tijd door Kampong. Hier is het Bjorn Kellerman met een mislukt schot. En wie anders dan Philip Meulenbroek tikt die bal heel beheerst achter Maurits Visser. En breekt de stand zo een paar minuten voor tijd op 1-1. Ongelooflijk dat Meulenbroek weer scoort voor Kampong. Hier het mislukte schot van Kellerman en heel attent gereageerd van Philip Meulenbroek. Hij scoort een paar minuten voor tijd, dus de gelijkmaker. Dan 1 minuut voor tijd is dit Bloemendaal met een aanval. Goede paas van Doren op Stokbroeks. Die passeert Sander de Wijn. Geeft de bal voor en is het Thierry Brinkman bij de tweede paal. Die de bal intikt en voor de 2-1 zorgt. Maar scheidsrechter Michiel Otte is niet zeker van zijn zaak. En vraagt zelf een videoreferral aan. En op dit beeld is het twijfelachtig of Stokbroeks de bal wel met de bolle kant speelt of niet. Uiteindelijk beslist Van Bungen dat het allemaal oké is. En ook Brinkman heeft de bal niet met de bolle kant geraakt of met zijn hand. Maar zijn handen zijn aan zijn stik. Dus hij geeft een doelpunt, Koen Van Bungen. En dat betekent dat Bloemendaal deze wedstrijd met 2-1 wint. Dankzij deze matchwinnaar Thierry Brinkman. Zaterdag de tweede wedstrijd in deze finale op Bloemendaal. De laatste twee jaar werd deze beker gewonnen door Kampong en het krijgt dus dit seizoen opnieuw een kans. Maar woensdagavond verloor het de eerste wedstrijd met 2-1. Kemperman staat in gewone kleren langs de lijn en zal niet meer in actie komen vanwege een blessure. Zoals er zoveel zijn bij Kampong. Een droomstart voor Bloemendaal. Van de Drift met een backhand in de korte hoek langs David Hart. Zorgt ervoor dat Bloemendaal op 1-0 komt. Dus gewonnen woensdagavond en meteen in deze wedstrijd op voorsprong. Een ongebruikelijk moment van David Hart, de zo betrouwbare doelman van Kampong. En dan moeten ze dus aan de bak om de droom op prolongatie levend te houden. En Kampong gaat, zoals zo vaak, aan de bak. Het collectief doet zijn werk. Er komen corners, er komen kansen. Jansen en Havinga, het wordt Jansen en Hart. Hij blijft liggen, maar uiteindelijk gaat hij toch door de verdediging naar de buitenkant. Moment 1 voor Bloemendaal overleeft. Maar zoals gezegd, Kampong ging bewonderenswaardig
vechten. Van der Heuvel enigszins bezorgd kijkend misschien wel. Want hij kent de kracht natuurlijk van deze ploeg uit Utrecht. Daar is hij weer, Jip Jansen. Op de handschoen bij Maurits Visser. Countermogelijkheden waren er wel voor Bloemendaal. Maar ook verdedigend onder leiding van De Wijn en Havinga hield Kampong heel lang stand. Sporadisch kwamen ze dichterbij. Maar het was met name de vechtlust van Kampong dat deze Bloemendaal ploeg het heel erg lastig maakte. Alle wedstrijden in de competitie en in de play-off finale eindigden in 2-1 voor de ploeg die op bezoek kwam. Hier komt Kampong op gelijke hoogte. Het wordt 1-1. De goal gemaakt door Boet Vijver. Aangegeven door Jip Jansen. Fraaie tip in. En dan wil Kampong natuurlijk meer. Hier zijn ze dichtbij. Via de uitstekende Björn Kellerman. Die echt de aanval van Kampong leidde. Maar zoals gezegd ook Bloemendaal aan de andere kant. Op hoog tempo. Hard liggend al. Met één been houdt hij de korte hoek deze keer gesloten. Tegenover Glenn Schuurman. Alexander Cox moet nadenken, moet kijken wie er nog kan bij Kampong. Want die blessures spelen de laatste maanden een enorme rol. Maar telkens weer weet de medische staf van Kampong ze op te lappen. Hier krijgen ze een strafcorner. En dus zien ze bij Bloemendaal zo langzaam het onheil steeds dichterbij komen. Jansen is van positie gewisseld en raakt. Vlak voordat hij werd aangegeven stapte ze over. En hij vanaf de kop van de cirkel langs Visser voor 2-1. Kampong op rozen. Het heeft opeens weer iets te verdedigen. Ploeg zal in een hotel verblijven na deze wedstrijd. Om voor een eventueel derde wedstrijd helemaal uitgerust te zijn. Want dat lijkt wel heel hard nodig. Opnieuw zal er van de medische staf veel gevraagd worden. Hier is nog een kans op 3-1. Om die derde wedstrijd meteen af te dwingen. Maar Kellerman had geen contact met de bal. Dit waren momenten in de slotfase waar steeds vaker met de lange bal mensen voor Visser werden gezet. Deze keerde die goed. Maar er kwam eigenlijk niet echt een reactie van Bloemendaal. Daar waar je die ploeg met doorgaans zo prachtig mooi aanvallend hockey ziet spelen, wist het zich nu geen raad tegenover Kampong. We zitten inmiddels helemaal aan het einde. Weer een counter van Kampong om het definitief te beslissen. Daar is Visser met een goede redding. Niks aan de hand, goed gezien ook. Er werd sowieso goed gefloten deze middag. Maar uiteindelijk blijkt Kampong in deze tweede wedstrijd de sterkste. Gaan ze hard aan de bak met alle fysiotherapeuten om morgen voor de derde keer op rij landskampioen te worden. Maar van Bloemendaal zijn ze zeker ook nog niet af. Kampong in de blauwe shirts. Nog steeds zonder Robert Kemperman. Hij heeft nog steeds last van die hamstring. Dit is Manu Stokbroeks van Bloemendaal, de Belg. Paas op een andere buitenlander, de Duitse Florian Fuchs. Maar hij strandt op David Hart, die bij tijd zijn doel uitgekomen is. Goeie actie van Stokbroeks. De redding is prima van Hart. Dan Bloemendaal met hier Jorrit Kroon. Goeie paas daar en gaat de bal via Bram van Battum hoog in de cirkel. En dat betekent de strafcorner. Protesten nog van Martijn Havinga, maar die helpen niks. Want het was gevaarlijk spel van Battum. Strafcorner voor Bloemendaal. Tim Zwaan staat klaar op de kop van de cirkel. Aangegeven door Wortelboer. De push van Zwaan, maar recht op David Hart af. En dan in de rebound is het prima. Het is verdedigend werk van Sander De Wijn. En zo levert deze strafcorner voor Bloemendaal geen doelpunt op. Maar Bloemendaal blijft drukken. Is ook beter in die openingsfase. Hier een misverstandje tussen Jasper Luiks en Ties Keulemans. En dat levert Bloemendaal weer een strafcorner op. Een terechte strafcorner. Dit is Michel van Heuvel, de coach van Bloemendaal. Kan hij de titel naar het kopje brengen na 9 jaar? De push van Jasper Brinkman op de ingeleidende Jorrit Kroon. Een variant van de strafcorner. En het levert de 1-0 op voor Bloemendaal. David Hart heeft daar zijn twijfels over. Want de push van Jasper Brinkman gaat hij op het lichaam van Jorrit Kroon of op zijn stick. De videoscheidsrechter wordt door Jonas van het Hek, de scheidsrechter van dienst, zelf geraadpleegd. Jonas, er is geen duidelijke beslissing. Geen duidelijke reden om beslissing te veranderen. Het is gewoon een doelpunt. En het is gewoon een doelpunt. Punt. Ja, Michiel Otten, de videoscheidsrechter, heeft beslist. Het is gewoon een doelpunt. 1-0 dus voor Bloemendaal, dankzij Jorrit Kroon. Dan moet Kampong natuurlijk iets gaan doen met Sander De Wijn.
Jip Jansen, bal voorlangs. Tip in van Philip Meulenbroek, maar goede redding van Maurits Visser in het doel van Bloemendaal. Was even nodig. Hier de bal net voor de doellijn weggehaald door Maurits Visser. Zo blijft het 1-0. Hier rechts bondscoach Max Kalders natuurlijk aanwezig bij deze finale. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Bij nog steeds die 1-0 voorsprong voor Bloemendaal. Floris Wortelboer speelde een sterk tweede helft van het seizoen bij Bloemendaal. Bal komt bij Yannick van der Drift en die pusht de bal net voorlangs het doel van David Hart. En ook Florian Fuchs, de Duitser, kon er niet bij. Hier het duel op het middenveld. Lars Balk verliest de bal aan Sander het Hart. Die brengt de Florian Fuchs in stelling. Die begint aan een solo. Mooi wippertje daar om Martijn Havenga heen. Met een schitterende backhandlop passeert hij het doelman David Hart en brengt de stand op 2-0. Veel emoties direct bij Florian Fuchs. Hij werd nog nooit landskampioen. Ook niet in Duitsland, waar hij heel lang bij Hamburg speelde. En hier is hij voor naar Bloemendaal gekomen om met Bloemendaal de landstitel te winnen. En hij is er zo dichtbij op dit moment. Hier duel om de bal met Silas Lageman. Kampong op zoek naar de strafcorner. Hier Bjorn Kellerman neemt de vrije slag zelf. Geen afstand gehouden en dus geeft Jonas van het Hek Kampong een strafcorner. De kans op de aansluitingstreffer. Maar de push van Jip Jansen is niet goed genoeg om Maurits Visser in het doel van Bloemendaal te verrassen. En zo blijft het 2-0. Een mopperende Jip Jansen. In de slotfase krijgt Bloemendaal nog een strafcorner. Is het Tim Zwaan die probeert David Hart te passeren. Maar goede reactie van de doelman van Kampong. En zo blijft het 2-0 op het kopje. Hier die strafcorner van Tim Zwaan en de redding van Hart. En dan gaat het publiek op het kopje. Vooral de Bloemingens. Die gaan aftellen, want de titel is heel dichtbij. Er wordt afgeteld en daar komt de toeter. En dat betekent dat Bloemendaal voor het eerst sinds 2010 weer landskampioen is. Het wint de derde wedstrijd in de finale serie met 2-0 van Kampong. Veel emoties bij de Bloemendaal-spelers. Hier de felicitaties van Erik Cornelissen, de voorzitter van de Hockeybond. En Stefan Veen reikt ook de gouden medailles uit aan de spelers van Bloemendaal. En hier de teleurgestelde spelers van Kampong moeten genoegen nemen met de tweede plaats. En de beker is voor Glenn Schuurman, de aanvoerder van Bloemendaal.